In het technisch gedeelte van de bivak, datgene waar de media en zo plaatsvindt, heb je één hele stoere auto. Dat is deze unit en dat is een Nederlandse auto. En hier monteren de Argentijnen, de Fransen, de Nederlanders en de Duitsers in. En hij vertrekt elke avond alvast naar het volgende bivak, zodat hij dan alles kan klaarzetten voor de volgende dag. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal aan zijn werk gaat, dus ik heb even gevraagd of ik mee mag. Zo. Dit enorme bakbeest wordt bestuurd door, tot mijn verbazing, twee jonge Nederlanders. Dit is Kevin en dit is Tom. Ze rijden Movico trucks over de gehele wereld op zoek naar pret en avontuur. Rustig vertrekken we in een kolonne van 11 trucks voor een rit van 300 kilometer op naar het volgende bivak. De sfeer zit er meteen goed in, met een beetje hulp van de jeugd van tegenwoordig. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Wat dan? Wat nou dan? Ja, kapot. Op de lijpo. Hij blijft ook gewoon. Ja, dat heb je nou gedaan. Ja, alles kapot. We zitten al 3.500 kilometer zonder problemen en hebben we een of andere bekende Hollander met sterrenlures en die sloopt het gelijk. Oh, jij maakt het ook gewoon bekende Hollander. In plaats van een BN'er ben ik een BH. Ja. Ik ben al lang van huis. Kun je harder? We zijn zo sexy bezig. Kijk hoe sexy bezig. Is te veel voor jou. Na een rit van zo'n 7 uur gevuld met zalig kansloze humor, komen we aan in het volgende bivak en is het tijd om de mouwen op te stropen. Kijk hoe sexy bezig. Is te veel voor jou. Ik zit lekker weg te dromen. Kevin, we zijn naar een bivak aangekomen. Leg me heel veel uit. Wat is dan nu de volgorde van wat jullie gaan doen? Nou, we gaan ons dadelijk melden bij Alejandro. Dat is een Argentijn die al enkele jaren met Dakar meewerkt. En die gaat ons de exacte plaats aanwijzen waar wij onze trailer gaan neerzetten. En dan gaan we hem waterpassen zodat hij mooi op één niveau staat. Dan gaan we hem uitschuiven en dan gaan we binnenin de nieuwscutters opzetten en plaatsen voor jullie. En daarna een biertje drinken. Time to go. Dus we hebben een waterpas gesteld. We gaan hem nu uitschuiven. Wordt hij 3 keer zo breed. En we hebben dadelijk een vrachtwagen van 10 meter. Oh my god! Wat is dat? Oh my god! Catastrofe. We gaan een beetje recht zetten. Hè, zo. Ja, meneer. Hij staat zo mooi dicht. Wacht even. Oh, oh. Oh nee, hè. Nu al kapot. Oh nee, hele truck kapot. Dit is dus dan de ruimte waar nu alle tafels gaan opgezet worden, waar dan alle landen aan kunnen gaan monteren. Dit is de hoek waar wij monteren. Die klap je gewoon op en dan zet je bij elk stickertje met een naam. Zoiets? Ja. Super, en dan? Zo. 1 coke, 3 wijn. Dat is best fijn. Hey mannen, ongelooflijk bedankt voor deze leuke ervaring. Cheers. Gezellig, man. Goed werk. Ja. Wout. Toast. Buenas noches en tot ziens. Oh, kut! Nou, we hebben tot vanochtend 7 uur gewerkt, maar je ziet hem nu in vol ornaat. Ik wil nog even de ruimte binnen laten zien als er gebruik van wordt gemaakt. Okay,
We moeten nou heel stil zijn, want de oranje lamp brandt. Het gaat in dat de voice-over wordt ingesproken. Maar vanuit hier, deze prachtige Nederlandse wagen, wordt dus de rest van de wereld van televisie bediend.